Ja, het is zover. We gaan naar Duitsland toe. Onze eerste internationale gig op een technofestival, wel te verstaan. All We Want Festival in Goch. In ieder geval in Duitsland. Mogen we daar even gaan knallen tussen alle ravers in. Tot zo. Oh, stel je even voor. Dit is onze entourage. Tom. Ah, Tom. Dat is Tom. Die gaat met ons mee. Verlof, gefeliciteerd, jongen. Ja, oh ja, ik heb het nog niet verteld. Vertel even. Ik ben aangenomen op de Roekacademie. Ja. En nou gaan we aan de pellen in Duitsland. Jongens, we hebben stickers. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Duitsland, naar Goch. All We Want Festival. We blijven ook een nachtje slapen. En we blijven een nachtje slapen. Zodat we zelf kunnen partyen. Ik heb nog meer entourage. Ja, zeker. Dit is Stijn Kreeftenberg. Hoi. Hij gaat ons heel hard aanmoedigen. Kijk, nog meer entourage. Ja, jij mag foto's gaan maken. Onze cameraman. Ik ben Ruud 2.0. Ja. Open supper on tour, jongens. Daar gaan we dan. De eerste pauze is bij Basje. We moesten de tent nog even ophalen. Dus we staan hier nou even nog gauw iets in een lekker koekje weg te werken. Met een straatconcertje. Allereerste aanzicht van All You Want Festival. Nou, wat wil je nog meer? Hoor je die muziek thuis? Maak even een rondje af, hier treden wij straks op. In deze best een aardig zaaltje. Best een aardig zaaltje. We hebben de bandjes, jongens. We kunnen overal doorheen. We kunnen backstage. Artus. We kunnen gewoon sanitair. Goed sanitair. Hier is de feest wel enigszins gaande. We mogen een tent op gaan zetten. Zonnetje erbij. 3 uur later. Matthijs staat er gewoon een beetje te kijken over. Ja, ziet er goed uit hoor, ja. 4 uur later. Nod is nog steeds bezig met de stokken. Kom eens mee. Deze touwtjes zijn normaal gesproken om je tent vast te zetten. En die horen aan de buitenkant van de tent te zitten. Om lekker aan te kunnen sturen. Zie jij hier touwtjes? Nee. Oftewel, we hebben hem helemaal verkeerd omgedaan. Trek de haring uit het gras en breek tent. Nee. Even een kijkje binnenin nemen. Ik heb het nog niet gezien. Dat is voor mij ook de eerste keer. Ja. Kijk eens jongens, het is gewoon een hele woning hier. En we zijn verstart. Lekker aan een half litertje. Geen idee wat het is. Maar het zal vast wel goed smaken. Het is 2:15 en we hebben binnen 1,5 uur de hele tent opgedaan. Lekker hoor. Een prachtige constructie van touwen. Om de vlag, de Home Supper vlag hoog in de zeilen te hijsen. Ja, de wind in de zeilen. We hangen. Kijk nou jongens, Ik weet niet of je het kan horen, maar het regent behoorlijk hard. En nou het is aan pomp. We zijn lekker aan de koude chupjes inmiddels die we van de organisatie hebben gekregen. Samen met de bandjes en 48 muntjes. Dus er wordt goed voor ons gezorgd. We hebben gesoundcheckt en mogen we over een uurtje denk ik zo. Bedankt mama. Over een uurtje of zo mogen we gaan spelen. Nout, wat doe jij? Ik heb te hard gepompt. Ja, hij is echt kapot. Dan zit je dan met je half opgeblazen luchtbed. Verlauw en ik snappen lekker samen, romantisch. Ja, twee personen bij. We zitten in ons eigen kamertje. Ja. Super luxe. Er lag een bijbel het nachtkastje. Een uurtje dan begint het, jongens. Over een uurtje, nou 3 kwartier, want zij zijn al begonnen. In die flinke boom bass mogen wij zo opvoeren. Ja, lekker man. We hopen dat het gaat regenen, want er komen in ieder geval wat mensen op onze muziek af. Zoals je hoort is het een... ja, wel, er zit wel wat contrast in. Op naar water reinigt de ziel. Hoe voel je je? Ik ga zo lekker. Hey, hoorde je niet dat daar, die speelt nou ook eens weer? Fucking lekker, is dat Home for Supper?
Nou, dat meen je niet. Zeg, kijk hoe dat klinkt. Ja joh, het klinkt best keihard. Ja. Klinkt best lekker. Kom, we gaan heen. Ja, gaan we kijken, gaan we kijken. Volgens mij is het hartstikke druk, man. Volgens mij is het hartstikke lekker. Ja, we gaan kijken. Want we hoeven niet te rijden. Dat was een leuk showtje. Oh, we hebben lekker gespeeld. Ja, toch? Dat was leuk. Ondanks dat het vrij rustig was, hebben we toch wat publiek getrokken. Ja. En iedereen stond te springen. Eigenlijk stond iedereen te springen. Ja. En dan hebben we toch maar weer voor elkaar gekregen op het technofeestje. Kijk, zo opzetten. Een in elkaar gezet stoeletje. Dan gaan we zo lekker praten. Praatwoordjes. Kijk hoe vies het is. And once you go back, you never go back. Kijk, ik ben zo slim geweest om een maaltijd van het festival vrij te halen. Waar moet je naar kijken? Wat een verschil. Mmm, wat lekker. Bah. Oeh, lekker hoor, ja. Bah. Kijk wat hier gedraaid wordt in Duitsland. Is er leven op Pluto? Zelfs in Duitsland. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar... Zo'n carnaval hier hoor. Ik weet niet wat, maar zo'n carnaval hier. Technofeesten van tegenwoordig. Sta je op het dak? Wat een feest, hè. Wat een feest. Je kan niks meer zien. We zijn lekker aan het jammen, lekker muziek aan het maken. Daar is het feest nog gaande, maar wij zijn afgehaakt. De koek is op. Ik moet zeggen, in mijn optiek, ik hou niet van techno, maar dit was wel een heel leuk feest. Ja, toch? Oh, jongen. We zijn inmiddels ontwaakt. Hoe is het nou? Ik moet zeggen, perfect, maar dat is het nog. Ja, even iets van de Stones, Bas. En de tijd om af te breken is aangekomen. Zoals je ziet zit de sfeertje er goed in. Veel goede gesprekken. Veel nuttige dingen worden er gezegd. En toen was de tent helemaal weg. Staan ze hoor. Een beetje apisch te kijken. Kijk wat we gedaan hebben. Oh, ik zie. De stickers zitten allemaal op de kartonnen dingen. Overal over shopping stickers. Het einde van een tijdperk. Ah, dat is Star Wars. Ik wil eigenlijk de trompettenmuziekje doen, maar dat was Star Wars. Pom 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 pom